Zeg, maar dat vind ik sterk, hè? Ik krijg hier altijd de moeilijkste opdrachten. Ik moet altijd iedereen uitnodigen en zo. En als er dan eens iets verkeerd gaat, ja, dan krijg ik de schuld nog ook. Maar dat pik ik niet, hè? Jullie kunnen feest vieren zonder mij. Salut! Wat denkt die wel? Het is toch waar? Alle moeilijke dingen zijn altijd voor mij. Ik moet altijd voor alles zorgen. Maar ik ga daar niet terug, hè? Voor geen geld ter wereld. Nee, zelfs al trek ik van Gert nu het allerliefste bouwpakket van de General Dynamics, hè. Zelfs dan, ik heb bijna nooit tijd om mij bezig te houden met mijn hobby. Ik moet altijd maar moeilijke dossiers behandelen. Maar ja, dat weten jullie natuurlijk niet, hè. Jullie denken dat jullie burgemeester alleen maar vliegtuigen maakt en dat hij de rest allemaal vergeet. Nee, ik wil er niet meer over praten. Ik ben heel boos. Heel boos zelfs. En ik zal nog eens iets zeggen. En nu heb jij heel die taart opgegeten, hè? Plopper de plopper de plop, Kluis. Is dat echt waar? Plopper de plopper de plop, hou daar onmiddellijk mee op. Mijn taarten zijn allemaal lekker en hou daar nu mee op, Kluis. Jazeker, zelfs de taart is al opgegeten. Dat mag jij me dan wel eens vertellen. Zeg op, waar is mijn taart? Plopper de plop, Kluis. Hou op. Nu is het genoeg. Niemand krijgt hier plopkoeken. Zolang mijn deurtje niet hersteld is en die boom omgehakt wordt. Plopper de plop, Kluis, wat heeft dat te betekenen? Ik denk dat er zo meteen nog ongelukken gaan gebeuren. Kluis, jij bent de beste sportman van het dorp. Ja? Begin dan maar alvast heel hard te lopen. Jawel, zeggen jullie het toch maar. Wat heeft dat te betekenen? En hou nu maar op met dat akelige geluid. Stop! Dat was een heel stevig deurtje, maar jij was veel te wild. Plus, hou daar nu mee op. Hou daar nu mee op. Stop met ruzie maken. Plopper de plop. Plus en lui, hou daar nu mee op. Toch wel, Kluis? Hij zal beslissen wie kabouterkoekenbakker van de eeuw wordt. En zo'n kans heb ik maar 1 keer op de 100 jaar. Lui, die wil natuurlijk niet dat die kabouterkoekenbakker van de eeuw wordt, omdat hij het zelf wil worden. Hoe durft hij? Hebben jullie geen enkele aardbei geplukt? Nee? Ik wel. Zeg jij maar niets meer. En jij ook, die Kluis. Ik heb hier allemaal geen tijd voor. Die wil zelf kabouterkoekenbakker van de eeuw worden. Hij was hier vanmorgen met een aardbei. En hij heeft ze zelf weer meegenomen. En dan ben ik even gaan kijken. En toen was hij volop aan het koken. Ah, wat moet ik nu doen? Zonder bosbeek aardbeien kan ik geen koeken maken. Dit is een ramp. Nee, alles gaat niet goed. En dat weet jij goed genoeg. Wat heeft dit te betekenen? Jij zou alles doen om kabouterkoekenbakker van de eeuw te kunnen worden. De stukken die uit mijn tafellaken geknipt zijn. Ja, stop maar. Ik weet genoeg. Ik wil niets meer met jullie te maken hebben. Veel succes met jullie dansje. En met jullie koeken. Kaboutervrienden. Als jullie lucifers nodig hebben, dan is dat jullie probleem. Jullie hebben mij niet geholpen. Ik help jullie ook niet. Plopper de plop. Ben jij nu gek geworden? Zoiets zou ik toch nooit doen? En daarbij... Jij wou achter mijn rug kabouterkoekenbakker van de eeuw worden. Lui. Plopper de plopper de plop. Wat hebben jullie gedaan? Hoe is dat mogelijk? Jij moet helemaal niets meer zeggen. En jullie moeten ook niet meehelpen. Want aan al dat gegrap en getater en gegeeuw heb ik helemaal niets. Kijk maar wat er van komt. Eruit. Hup. Eruit.